De bal is voor haar heel, heel, heel belangrijk. Ik zal even dingen even uit het aan die doek helpen. Ik probeer het kort te houden. Hele goede middag. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick. En het is vandaag alweer donderdag 11 maart 2021. En het is 1:05. Dus ja, dan loop ik weer gewoon lekker pouten met Lady. En Rodi zou zelf de hondjes doen. Dus daar hoef ik me even niet druk om te maken. Maar voor de rest wens ik jullie wel heel veel kijkplezier met alles wat we gaan doen, wat ik ga doen, wat Roderick ga doen. Geen idee wat we allemaal gaan doen, maar heel veel. Kijk, misschien is het een nieuw vlog. Ja, lieve mensen. Ja, ik ga mijn sjaal even goed doen. Ik heb sowieso mijn zonnebril bij me. Want ik had net Ro aan de lijn. Die is net klaar met werken. Of om 2 uur al. We hadden net elkaar al aan de telefoon. En dan ga ik dus naar Ro toe. Gaan we eventjes met de 2 dames met de 2 zusjes dus eventjes het loslooppark in. En dan kunnen ze daar even lekker banjeren. En ik ben zo chagrijnig, jongens. Echt waar, want ik ben ongesteld. Ja, joepie, jee. Ja, maar dan ga ik Lady nog eerst wat geven. En dat laat ik jullie even zien met wat ik allemaal ga doen. Wat ik dus Lady ga geven. Ik krijg deze. En deze. Met wat lekkers erin. En dat ga ik jullie dus laten zien wat ze dus erin krijgt. Ik loop even naar de gang toe. Pak even mijn sleutel van mijn andere kast. En dan pak ik het potje eruit. En dan ga ik wat voor haar erin doen. Ja, ze weet het, want ze ligt hier. Dus dat is leuk, ja. Zo. Kijk, ik heb dus dit. Dan heb ik hier volk. Ja, ze weet het ook al, hè. Ja, ze weet het al. Dan mag ze lekker denkwerk gaan doen. Van hoe krijg ik het eruit? Daar is ik al. Ze weet het al. Ja, je weet het al, hè, dame. Lekker een beetje vastmaken met allemaal andere volks erbij. Zo. Dan mag ze nadenken, hoe krijg ik het eruit? Dan slobberen. Dat is 1. Dan heb ik hier nog 1. En daar zit nog 1 in. Dat is leuk. Er zit nog 1 in. Ga je deze er nou ook uit zien te peuzelen of wat? Ik ga even kijken of ik deze hier ook nog tussen kan knallen. En Rodi wacht en bij het bankje, hoor. Dus maak je daar maar niet zo druk om. Dat hebben we allemaal al lekker afgesproken net, dus. En dan ga ik hem helemaal ertussen doen. Lekker. Zond. Lekker gaan. Lubber. Ja. Nou, ik ga deze opbrengen. Even opbergen. En dan zien jullie me zo meteen als ik ga vertrekken. Wat ik dus hoe ik het dus alleen hier krijg. Krijg jij wat van mama? Zitten. Zitten.
Wachten. Ah, zitten. Nee, naar achteren. Nee, zitten. Zit. Blijf. 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 Ja. Goed zo. Goed zo, meisje. Goed zo, wijfie. Nou, tot strakjes. Doei, doei. Tot zometeen. Ja, nou, ik ga dus nu naar Roderick toe lopen. Hij wacht dus op de bank, wat ik al net al volgens mij al zei. Ik heb even mijn zonnebril op mijn gok, op mijn hoofd, voor mijn ogen, boven mijn neus en boven mijn lippen. Want ja, anders knijp ik gewoon mijn ogen dicht. En dat is ook niet handig. Nee. Dus ja. Dus dat. Weet je wat ik zo lekker vind ruiken? Deze lekkere witte bloesempjes. Deze ruiken zo lekker. Heerlijk. Het is gewoon een soort van lentegevoel. Ja. Als ons Rodus met zijn werkkleding aan is, dan mag hij dus niet op de vlog. Dus dat moet ik van het bedrijf respecteren. Maar nu kan hij wel lekker op de vlog. Ja. Dus ja, dus... Nou, we lopen dus nou eens een keertje samen met de twee dames buiten. In plaats dat jullie mij alleen maar zien, alleen maar ik. En zo gaat het dus eraan toe. En met de twee zusjes, lekker fel tegen elkaar. Want Beauty, die leert het dus nu ook om namelijk fel te zijn naar de eigen zus. Die daar staat hier. Ja, helemaal top. De bal is voor haar heel, heel, heel belangrijk. Kom met je bal, kom. Kom, kom. Kom maar. Balje. Balje. Nee hoor, doet ze niet. Kom, kom maar met je bal, kom maar. Kom. Kom dan. Balje. Want dan zwemt ze wel, hè? Een dikke pluk uit de vacht. Mijn god. Nou, zo vaak zien jullie mij dus niet huilen, maar... Ik zal even dingen even uit het doek helpen. Ik probeer het kort te houden. Maar Roderick en ik hebben momenteel nogal wel eens wat vaak woorden. Maar hij is dus bezig met een nieuwe studie. Hoofdbeveiliger wil hij gaan worden. Helemaal prima. Ik sta er ook achter. Maar ik heb toen ook een afspraak gemaakt met Roderick. Van, joh, luister. Ik laat jou gewoon de hele week gewoon je ding doen. Gewoon aan het werk. Wat je wil gaan doen. Als je thuis komt, misschien eventjes samen lopen met de hondjes. Of gewoon dat je zelf kan lopen en met de hondjes. Dat je even aan je studie kan doen. Even slapen. Ik laat je gewoon je ding doen. Misschien s'avonds even eten. Maar dat je daarna weer naar huis gaat. Maar het weekend is ons weekend. En ik wil dat daar momenteel niemand aan gaat komen. Wordt hij vandaag gebeld? Door weet ik veel wie. En dan zegt hij, ja, is goed, prima. Dus ik kijk dus nu net op zijn rooster. Heeft hij volgende week, week 11, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag een loopdienst van 7 tot 11. Vrijdag vrij. En zaterdag van 2:30 tot 10:30. Dat weekend is voor ons. En dan heb ik hem net ook al gezegd. Ik zit al niet lekker in mijn vel. Ik heb last van depressiviteit. Ik kan hier niet tegen een switch. Heb ik hem ook al gezegd. Zeg het alsjeblieft tegen de planning. Heeft het dus niet gedaan omdat hij
dus zich, nou ja, schaamt wil ik niet zeggen, maar hij vindt het niet fijn om te melden bij zijn baas dat ik dus last heb van depressiviteit. Maar dat, daar zeg ik al, ik heb het zo tegen hem gezegd, ik laat je gewoon je ding doen. Maar het dringt waarschijnlijk ergens niet door bij hem hoe en wat. En dan is hij wel binnenkort vrij, anderhalve week. Maar dan wil hij ook alleen maar aan zijn studie beginnen. En ik heb ook al gezegd, jij hebt gewoon je werk. Ik heb niks. Ik zit bijna in principe al een jaar thuis. Ja, ik heb helemaal niks. Ik sta alleen maar in de min. Ik moet rekeningen betalen. Ik kan amper momenteel mijn dieren betalen. Terwijl ik anders nergens er problemen mee heb. Roderick wil gaan scheiden alleen maar voor het geld. Dus daar zit ik ook al mee. Weet je, ik weet het gewoon momenteel niet. En dan wil hij dat dus morgen met mijn begeleidster er ook over hebben. Over het scheiden, et cetera. En hij houdt wel van me, maar hij wil alleen maar dan scheiden voor de Belastingdienst. Denk ik van, ja, weet je, waarom? Alleen maar voor de Belastingdienst, omdat ik nou zoveel er moet betalen, hoe dan? Dus ja, ik zit gewoon even tot hier. Dus ik heb ook al rouw even opgehangen, omdat ik even zoiets heb van, ik wil rustig worden. Laat me maar gewoon even. Dus ik ga zo meteen mijn kopie soep pakken en even rustig worden. Dus dat. Dank jullie wel dat jullie van wouden luisteren. Ja, Roderick heeft me weer ergens mee naartoe genomen. Dat is bij de Jumbo. Oeh, toevallig. Gaan even kijken wat er in de bak zit. Ik denk niks hoor, maar je weet het tegenwoordig niet wat er allemaal in zit. Ik vind het weinig, maar ik zal het even aan jullie laten zien. Oh, ja, dit is carpaccio. Dit is salade, dat is salade. Dat is gebak. Dit is salade. Dit is salade. Dit is leverworst. Dat is kabeljauwblokjes. Dat is mosselen. Dit is nog mosselen. Dus ja. Dan heb je hier nog, ja dat is lekker, ja. Dan hebben we hier dus nog bier. Ja, ik ga deze vlog gewoon weer gezellig afsluiten samen met deze lieve schatje. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. Doe het belletje aan, dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Een dikke tut op je snuit. En tot morgen. Doei doei!